Hoe kijk je terug op je carrière? Ooit begonnen bij Feyenoord, generatie van Persie, hè? Ja. Toch? Ja. Boek de Haar zat daar ook bij, volgens mij, toch? Ja, wat dat betreft heeft Robin het denk ik iets beter gedaan dan ik. Niels van Driel, niet je voetbalschoenen aan, maar andere schoenen, want kan je uitleggen, wat is er voor jou veranderd hier bij ASW? Ja, eigenlijk best wel veel. Ik ben maandag eigenlijk per direct gestopt met trainen en met spelen bij de eerste selectie. En ik ga de rol van Wim Helmink overnemen. En die was eigenlijk wel de overkoepelende technisch directeur van die wel deel uitmaakte van de commissie. Maar Wim is opgestapt en ik neem die rol over eigenlijk. Ja, en een totaal andere rol. Had je die ambitie altijd al of is het zo op je pad gekomen? Ja, ik heb over de meeste dingen wel een mening en ik vind het heel leuk om te voetballen en het liefst zou ik dat eigenlijk nog wel doen. Maar er waren een paar dingen waarvan ik zoiets had van ja, misschien is het wel een goed moment om te stoppen. Er was financieel geen ruimte meer basis waar voor een contract. Toch ook wel last van mijn Achillespees nog een beetje. Na de corona is er toch wel weer teruggekomen. En Wim ging stoppen. En ik had zoiets van ja, kijk, ik kan nu nog wel een jaartje doorvoetballen. En dat zou ik ook heel leuk vinden. Alleen kost enorm veel tijd. En ja, die tijd wilde ik eigenlijk anders gaan besteden. En dat ga ik nu op deze manier doen. Dus ja, het voelt nu als een 100% hele goede beslissing. En daar sta ik nu achter. En ja, tuurlijk als ik vandaag zo'n wedstrijd zie, denk ik ja, ik zou het ook wel leuk vinden om gewoon te spelen. Maar goed, die keuze is eenmaal gemaakt. En ja, wie weet, het is niet echt een afscheid. Joh. Ik zit bij de club, ik zit bij die gasten, ik zit in de kleedkamer. Ja, als er een keer één tekort is, dan je bent lid, hè? Dus. Ja, inderdaad. Kijk, we hebben geen selectie van 30 man. En als de trainer zou zeggen van luister, er zijn er twee geblesseerd. Zou je mee kunnen trainen? Nou, dan is dat voor mij alleen maar prima. Dat zou ik alleen hartstikke leuk vinden. Je komt natuurlijk rechtstreeks uit de groep. Dan moet je straks ook beslissingen nemen die misschien voor sommige jongens niet leuk zijn. Terwijl dat misschien wel je vrienden zijn. Kan je dat dan wel scheiden? Is dat niet lastig? Ja, nou ja, dat zal moeten blijken. Maar vrienden word je ook op momenten dat je mindere dingen moet mededelen. En geloof mij dat ik echt wel tegen iedereen die in mijn team heb gezeten, dat ik die echt wel eens een keer veeg uit de pan heb gegeven. En dat moet andersom ook zo zijn. Tuurlijk is het nu een beetje raar dat ik, zeker aan het begin is dat raar, hè? Mensen denken, hij stopt met voetbal en hij is nou in één keer technisch directeur. Ja, er verandert niet zoveel, joh. Ik blijf gewoon mezelf en je gaat met die gasten praten. En ja, als ik iemand niet goed genoeg vind, dan mag ik dat ook zeggen, maar dat deed ik als speler ook. Dus ja, daar zal niet veel aan veranderen. Wat ik wel vind is, kijk, op het moment dat ik een speler niet goed genoeg vind, dan zal ik ervoor moeten zorgen dat hij beter wordt. En daar ga ik met de trainer, vooral met de trainers, heel erg mee aan de slag. En dat is eigenlijk alleen maar een fijne ontwikkeling. En ik zou het mooiste vinden als er van deze groep van 22 man, dat daar volgend jaar nog 16 of 17 van zitten. Want dan hebben we het wel goed gedaan, vind ik. Ja, is er een meerjarenplan of ga je het even dit seizoen aankijken? Nee, ik heb sowieso aangegeven dat het niet voor korte termijn kan zijn. Omdat je ook wel gewoon tijd nodig hebt om erin te groeien. Ik ben gewoon echt gewoon letterlijk voetbalschoenen aan de kant gegooid. En gewoon, oké, nu in één keer deze functie. Ik heb 2-3 gesprekken gehad met bestuur. Ook alles besproken. Nou, die geven ook eigenlijk wel carte blanche. Omdat ze gewoon zeggen, nou, we hebben wel vertrouwen erin. En het liefst hebben wij dat je 30 jaar doet, net zoals Wim Helmink. Ja, goed. Ik heb nu totaal geen ambities om een betaald voetbalclub of wat dan ook. Ik vind het leuk, ASW is mijn club geworden en ik zou het fantastisch vinden om deze club op dit niveau te houden. Wat financieel, technisch gezien niet realistisch is, maar goed, financieel zegt niet altijd alles. Maar uitdagingen noemen ze dat. Ja, inderdaad, een uitdaging. En ik vind het super om met die gasten te werken. Dat vond ik ook als speler, vind ik het gewoon heerlijk. En op die manier ga ik het ook aanpakken. Hoe kijk je terug op je carrière? Ooit begonnen bij Feyenoord, generatie van Persie, hè? Ja. Toch? Ja. Boek de Haar zat daar ook bij, volgens mij, toch? Ja, wat dat betreft heeft Robin het denk ik iets beter gedaan dan ik. Ja, hoe kijk je daar terug? Ik ben altijd wel een beetje bewust van de situatie geweest. Naarmate je wat ouder wordt, ik was 28, stopte ik met betaald voetbal. Dan ga je al een beetje terugkijken. Hoe ouder je wordt, hoe meer je eigenlijk geniet, in mijn geval, van het voetbal. En dan spreek ik niet alleen namens mezelf, maar meerdere jongens van mijn generatie zeggen, ja, voetbal is wel echt geweldig en leuk. Alleen ben je daar op jonge leeftijd niet zo bewust van. Het is heel simpel, als je bij Feyenoord in de jeugd zit, gaat het gewoon om winnen. En
dat is het allerbelangrijkste en dat is ook alleen maar je visie. Je geniet gewoon wat minder. Je bent minder bezig met hetgene wat er omheen gebeurt, wat juist heel leuk is. En dat heb ik toen ik wat ouder werd, ging ik dat steeds meer krijgen. En zeker toen ik hier naartoe kwam, toen dacht ik, ja, weet je, het is gewoon hartstikke leuk om te voetballen. En je moet heel veel plezier hebben. En doordat je plezier hebt, komt het resultaat ook sneller. Daar ben ik echt van overtuigd. En ja, hoe kijk je erop terug, ja... Ja, heb je voor het gevoel alles uitgehaald? Of had je zoiets van, kijk, ja. als je teamgenoten ziet die wat verder gaan, die jaren Eredivisie spelen. Ja. En ja, wat je zegt, op de 28e naar de amateurs, is er dan iets van, ja, ik vind het eigenlijk wel prima zo, ik heb het leuk gehad. Ja, het is een beetje dubbel. Kijk, aan de ene kant zeg je, als dit was gebeurd. Of als, kijk, het moet ook af en toe een beetje meezitten. Ik maakte toen de keuze om van Excelsior naar Fortuna te gaan. Ja, dat is niks negatiefs voor Fortuna, maar ik ging in de onderste regio van de eerste divisie spelen. Ja. En ik was een voetballende speler en ik moest daar alleen maar verdedigen. Ja, daar was ik gewoon niet goed in. Ja. Dat is nooit verbeterd. Degene waar ik goed in was, ik zou eigenlijk moeten spelen bij een ploeg toen de tijd die veel aan de bal is. En ja, dat ging bij Fortuna niet. Dus ik werd eigenlijk alleen maar minder, om het zo maar te zeggen. Ja, dat zijn toen keuzes geweest. En als ik terugkijk, denk ik, ik heb het leuk gehad. Ik heb een fantastische tijd gehad. Ik heb met grote spelers gespeeld. Ja. Dat maakt mij niet trots, maar dan denk ik eigenlijk bij mezelf, ja, ik had ook wel gehoopt, zeker. Interlandje. Ja, bijvoorbeeld. Gewoon een wat betere carrière. Maar goed, zeker, misschien wel een betere, misschien ook niet. Er zijn ook genoeg jongens die in de jeugd het niet hebben gered, die misschien wel meer talent hadden. Het heeft een beetje met geluk te maken, een beetje met instelling. Welke trainer komt er op welk moment? Ik ben eigenlijk hartstikke tevreden. Ik heb in de jaren bij ASWA ook fantastisch naar mijn zin gehad. En wat ik al zeg, ja, als de trainer morgen zegt van we hebben 2 blessures, ga lekker meetrainen en dan zien we het wel. Ja, ook prima. Dus ik zie het ook niet echt als een afscheid eigenlijk. Hoeveel wedstrijden heb je nou Feyenoord gespeeld? Uiteindelijk? Hoeveel wedstrijden? Ja, in het eerste alleen maar oefenwedstrijden. Ja. Dus dat is niet heel spannend. Ik heb even kijken, ik ben gedebuteerd tegen Go Ahead. Ik denk dat ik 6-7 wedstrijden heb gespeeld, inclusief een toernooi in Oostenrijk toen de tijd. En toen daarna ben ik gelijk verhuurd eigenlijk bij terugkomst aan Excelsior.